Yo guys, Niels hier van Overcoming Obstacles. Vandaag weer een nieuwe techniek video, namelijk de apenhang. Volgens ons de meest efficiënte manier om je te verplaatsen via een horizontaal touw. Check it out! De apenhang kan je opdelen in verschillende stappen. Volgens ons, stap 1. Pak met beide handen het touw vast en leg je voeten in het touw. Stap 2. Als je met je rechterbeen op het touw ligt, dan strek je uit en dan reik je ook met je rechterarm zo ver mogelijk naar achter. Vervolgens plaats je je linkervoet achter je linkerhand en vanuit daar duw je weer zo lang mogelijk uit naar achter. Je reikt met je arm zo ver mogelijk, zodat je zo snel mogelijk naar achter verplaatst. Stap 3. Herhaal deze stappen en probeer hierin voor jezelf een ritme te krijgen. Een aantal tips voor bij de apenhang. Klem het touw met je knie aan de ene kant en je voet aan de andere kant. Hiermee kun je goed afzetten en verdeel je de druk op je been. Tip 2. Hou je handen en armen zo ontspannen mogelijk. Hoe harder je knijpt, hoe meer je verzuurt. Tip 3. Maak jezelf zo lang mogelijk aan het touw. Hierdoor beweeg je veel soepeler onder het touw door. Tip 4. Hou je benen dicht bij het touw als je ze naar voren plaatst. Gooi ze ver naar buiten, dan krijg je heel erg een zwaai in de touw. Als het qua kracht nog niet helemaal lukt met de apenhang, dan kun je het opbouwen door rustig aan het touw te gaan hangen en je handen steeds een stukje verder te bewegen. Laat je voeten vervolgens staan, plaats daarna je voet bij en begin weer volledig opnieuw. Mocht je de apenhang nou wel onder controle hebben, dan kun je deze op verschillende plekken toevoegen. Bijvoorbeeld een apenhang schuin omhoog, via een balk omhoog. Apenhang zijwaarts kun je nog doen. Of je hebt verschillende variaties en overgangen. Hier komt later nog een ander techniekfilmpje over, want dit zijn te veel om op te noemen voor nu. Ondersteunende krachtoefeningen voor de apenhang zijn volgens ons de glute bridges en de Australian pull-up. Hiermee train je eigenlijk alles wat je nodig hebt qua spierkracht om de apenhang goed en vloeiend uit te voeren. Bij de glute bridges zorg je ervoor dat die heup zo dicht mogelijk bij het touw blijft. Dit was de techniekvideo voor de apenhang. Mocht je het nou vet vinden, op ons kanaal vind je verschillende andere video's voor technieken. Wij zien jullie in het volgende filmpje. Later!